Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een hele leuke vlog voor jullie. We gaan namelijk vandaag iets superleuks doen. En dit heb ik al wel vaker gedaan, maar nog niet eerder gefilmd. Wij gaan namelijk elk jaar in de zomervakantie gaan wij kamperen bij de paarden. Met de tenten, zoals jullie hier achter ons zien. En wij gaan dit jaar kamperen met Tamara, dus mijn zusje, en mijn nichtje, Jolien. En we hebben twee tenten, oh ja, en Lisa. En we hebben twee tenten. Ik en Lisa gaan samen in een tent en Tamara en Jolien gaan samen in een tent. En wij kamperen dus lekker bij de paarden. En dat doen we eigenlijk elk jaar in de zomervakantie. En vandaag gaan we dan één nacht, maar misschien deze verdere vakantie gaan we nog wel vaker logeren of kamperen. We slapen niet in de wei, omdat dat een beetje gevaarlijk is, omdat er echt niemand daarachter is. En wc's zitten er allemaal niet zo heel erg snel in de buurt. Dus we slapen wel in de tuin van mijn opa en oma. Daar zetten we eigenlijk ja, de tenten neer. Maar ja, je slaapt toch wel een beetje bij je paard eigenlijk. Dus ik ga jullie meenemen en ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Jullie gaan nu zo een beeld krijgen dat ik de tenten ga opzetten. En daarna gaan we ook allemaal de matjes en zo nog eventjes oppompen en de inzetten. Tenten staan. Hier is Tamara's tent met Jolien. En deze tent is van mij en Lisa. Tenminste, wij gaan hier slapen en Tamara en Jolien gaan hier. En het is echt super warm. En wij gaan zo nog even zwemmen. En vanavond gaan we lekker friet eten, dus ik heb er heel veel zin in. Kijk wie we hier zien. Jolien is gearriveerd. Hey! En Tamara. Deze ook, toch? En ze zijn nu even toppers van het zolder aan het halen voor in de tent. En Tamara, Lisa en ik hebben zo meteen zo'n matje. Nou, hier zitten Tamara en Jolien. Die zijn hier proberen lampjes aan het ophangen. Het werkt niet. En ze hebben net het bed opgemaakt. En dit is mijn tent met Lisa's tent. En wij hebben net ook, of ik heb net de bedden ook hier opgemaakt. En ik heb hier lampjes hangen. Hier slaapt Lisa, hier slaap ik. En hier hangen lampjes. En die doen we vanavond nog even aan, dus dan kunnen jullie wat beter zien. En we moeten alleen nog even onze kussens pakken en dan zijn we klaar. Nou, wij zijn net in het zwembad geweest en ik loop nu even naar achteren, naar de paarden toe. Want ik ga Nervon heel even rijden. Het is nu al namelijk al wat afgekoeld, dus het is nu niet super warm, dus ik kan nu lekker even gaan rijden. Mijn planning was om in de wei te gaan rijden, omdat de bak nu heel erg stoffig is, omdat het al heel erg lang niet heeft geregend. En ja, in de wei hebben nu gewoon de ruimte. Dus ik ga nu zo even Nerv pakken, zadelen en lekker rijden. Thank you.
Sarah is nu aan het reizen, zoals jullie zien. We hebben tenten, alles opgezet en lekker netjes, gezellig gemaakt. En chips gepakt. Dus dat gaan we... Dus dat gaan we zo nog wel even laten zien. Ja. En ja, we hebben nog even gezoomen. En we moeten jullie nog wat laten zien. Jongens, het is nu heel erg laat in de avond. En ik film even met een lampje erbij, want anders zien jullie hem helemaal niet meer. Wij gaan nu lekker slapen. We hebben nogal wat dingetjes gedaan, maar dat kon je eigenlijk niet zien, omdat het gewoon te donker was. En morgen ga ik weer Nerf rijden. En ja, dat gaan we doen. Ik sta nu weer bij de paarden. Het is al in de middag later. Ik heb vanochtend nog een klein stukje gefilmd. Daarna eigenlijk niet meer, want we hebben niet meer zoveel gedaan. De paarden staan nu al sinds een paar uurtjes op stal. Omdat het zo warm is en er zoveel daas en vliegen zijn. Dat we ze beter maar eventjes de middag op stal kunnen zetten. Ze hebben wel allemaal nog een vliegenmaskertje op. En ik heb ze al wel even ingespreid. Dus ze hebben hier gewoon even lekker kunnen staan. En ik had die achterste deur open. En ik heb deze deur open. Dat het een beetje doorwaait. En natuurlijk de luiken staan open. Wij gaan zo meteen weer naar huis toe. Vanavond ga ik nog eventjes rijden. Dan kom ik weer terug hier. Maar ik ga wel vast deze video zo afsluiten. Ik ga de paardjes zo nog even wat hooi geven. Maar ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. We gaan waarschijnlijk deze vakantie nog wel een keertje kamperen met de tenten bij mijn open oom bij de paarden. Als je dat leuk vindt, laat zeker weten of ik daar nog een video van moet maken of nog een vlog. Vergeet zeker geen duimpje omhoog doen en een leuke reactie om me te laten of jullie ook wel eens kamperen bij jullie paard of slapen bij jullie paard. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!